Alexandra is nu 14 jaar, maar als baby was ze al te zwaar. En ook toen ze ouder werd, bleef ze dikker. Na 6 jaar komen doktoren erachter wat er aan de hand is. Iets in mijn hersenen, de leptine-receptor heet dat, die werkt niet. Dat betekent dat als ik eet, normaal gaat er dan een seintje vanuit je hersenen zeg maar, ja, naar je maag toe, zeg maar, dat je vol zit. Alleen bij mij komt dat seintje dus niet aan. Dus ik heb de hele tijd trek. Alexandra heeft dus steeds honger. Ze ziet er anders uit dan de meeste kinderen, maar ze let goed op wat ze eet. En als ze een keer iets lekkers eet, dan krijgt ze vaak rare blikken. Bijvoorbeeld bij een ijssalon, dat ik een ijsje neem. En denk van, dat is alvast de 5e ijsje in de week. Terwijl ik amper nooit een ijsje neem. Maar als het dan mooi weer is, weet je wel, en je gaat met je familie wat uit eten of naar het strand. Ja, dan neemt iedereen denk ik wel een ijsje. Alexandra blijkt niet het enige kind wiens lichaam niet goed omgaat met voedsel. In heel Nederland hebben 1 op de 6 kinderen overgewicht. Honderdduizenden kinderen dus. Bij ongeveer 18.000 kinderen is dat overgewicht heel groot. Die hebben obesitas. Obesitas kan komen door verkeerd eten of te weinig bewegen. Maar bij een deel van die groep komt het omdat er een foutje in hun lichaam zit. En dat zoveel kinderen er niets aan kunnen doen dat ze zo zwaar zijn, dat is een nieuwe ontdekking. Lotte Kleinendorst werkt in het ziekenhuis en deed samen met een collega het onderzoek. Er zijn heel veel verschillende ziektes die dit kunnen veroorzaken. Het kan zijn dat ze het geërfd hebben, dus dat je vader en moeder aan jou die erfelijke aanleg hebben meegegeven. Net zoals dat ook bepaalt hoe lang je wordt en welke kleur ogen je krijgt. Maar het kan ook dat je bijvoorbeeld schade in je hersenen hebt gekregen in een klein hersengebiedje wat bepaalt hoeveel honger je hebt. Ze vindt dat artsen beter moeten kijken wat er aan de hand is als een te zwaar kind langskomt. Want soms helpen medicijnen, maar niet altijd. Alexandra heeft ook even medicijnen gehad, maar uiteindelijk hielp dat toch niet. Ze praat open over wat er met haar aan de hand is en hoopt dat er op die manier iets verandert. Oordeel niet te snel over mensen. Misschien ligt het wel aan iets anders. En probeer in plaats van te kijken en denken zo van die eet te veel of die zit alleen maar op de bank. Probeer dan gewoon te vragen van of diegene misschien iets heeft.